Ja, ja, Erik was mijn minnaar. Hoe lang al? Anderhalf jaar ongeveer. Sinds een jaar woonden we samen. In dubbele zonde, ongetrouwd en homoseksueel. Wat vindt u ervan? Wanneer heeft u uw vriend voor het laatst gezien? Minnaar, meneer. Dinsdagavond om een uur of acht voordat hij naar zijn werk ging. Hier, in het Circus Kremlin, waar wij allen onze kunstjes vertonen. Heeft u gisterochtend iets gemist? Ik logeerde de nacht van dinsdag op woensdag bij mijn zuster in Schagen of All Places. Bent u daar ooit wel eens geweest, inspecteur? Hoe laat was u weer thuis? Oh, laat ik eens kijken. 11:30 ochtends. En Erik was er nog niet. Werd u niet ongerust? Bent u geen navraag gaan doen? Nee, waarom zou ik, meneer... Fledder. Misschien was hij de stad in? Of misschien, ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Gaf hij zich over aan het liefdesspel met een nieuwe minnaar? Nee, nu die mensen weg. Ik heet Paco, hoe heet jij? Informeer wie het slachtoffer persoonlijk hebben gekend en noteer de namen. Niet slecht. U bent niet erg onder de indruk van de dood van meneer Spaans, hè, meneer Van Heumen? Hij treurt eerst echt, die treurt zonder getuigen. Seneca, Romeins dichter. 4 voor Christus tot 62 na Christus. Maar ja, de klassieke, dat is aan politiemensen natuurlijk niet besteed. Hè, meneer Vlodder? U mag meneer Van Heumen niet zwerven, geloof ik, hè? Ik ken Paco Van Heumen al jaren. Het is een rat. Ach, Erik viel wel vaker op oudere nichten. Maar het had nooit zoveel om het lijf. If you get my point. 2 weekjes. En dan was hij weer terug op het honk. Hij was niet jaloers. Sorry, tutoyeren wij elkaar? Maar u was niet jaloers dat uw minnaar met de baas vandoor ging? Nee, ik ben nooit jaloers. Maar het is toch niet niks als je partner het aanlegt? Meneer Vlodder, in onze kringen wordt nou eenmaal anders gedacht over het nut van seksuele monogamie dan in degelijke politiegezinnetjes in Almere Haven. Ik ben niet getrouwd. Cabaretier. Meneer Van Heumen. Waren er in uw relatie met Erik Spaans ook zakelijke dingen geregeld? Bijvoorbeeld als een van u komt te overlijden? Kijk, uw chef stelt zinnige vragen. Maar ik moet u teleurstellen. Als u het in die richting zoekt, forget it. Ik had alleen belang bij een levende Erik. Leg eens uit. Ik woonde gratis in zijn huis. En hij mocht er weer gratis wonen van zijn vader. Die oude steenhouwer belegde niet alleen in grafstenen. Was niet grappig bedoeld. Zal het trouwens binnenkort wel uit moeten uit dat huis. Hoezo? De Spaansjes zijn een beetje homofoob. Die oude harde hart van steen. Sorry, daar ga ik weer. Hoe reageerde Erik daarop? Ach, wat zal ik zeggen? Om een familie bij elkaar te houden blijkt bezit belangrijker dan de bloedband. Erik wilde weer in de zaak gaan na de dood van de oude heer. Wat vond u er wel? Het leven daar ligt meer op dan die fooi in het Kremlin. Dus als ik u was, zou ik maar eens ergens anders gaan speuren. Net was u volgens mij warm. Robert de Korte? Dat is een driftkop. Kan u bij iedereen navragen. Ook fysiek geweld? Ja, zeg heren. Wie van ons leidt nou eigenlijk het onderzoek? Sorry, meneer de Kok? Nee, maar... mijn ex-zwager in spee. Heren, mag ik u voorstellen? Martijn Spaans. Zeg, moeten wij elkaar nou eigenlijk condoleren? Ben ik dat? Ben jij, meneer Van Heumen, van huis? Mevrouw Prins zal even moeten rondkijken. We hebben nog wat persoonlijke papieren van Erik nodig. Doei. Kan je het vinden? Sorry, maar dit moet even. Ik heb deze nog gevonden. Die mag je wel houden. Ik heb alles, ik kom er wel uit. Dag!
Vanavond met de bos. Duidelijk de slachtoffer. Minstens 3 schotwonden in de borst. De rest heb ik nog niet kunnen bekijken. Spaco van Heumen. Jij gaat nu een paar alibis natrekken. Ben klaar. Na die afhang bij de notaris belde Martijn een paar keer vanuit Duitsland naar Erik, maar Paco nam steeds op. Daar kreeg je zo schoon genoeg van dat hij op een goed ogenblik woest in zijn auto sprong met een vaart van 180 kilometer naar Amsterdam reed. Maar daarom kwam het die nacht tot die rare ontmoeting in de disco na sluitingstijd. En dat werd dus ruzie tussen die twee? Erik vertelde hem, althans volgens de lezing van Martijn dan, dat hij samen met Paco een horecabedrijf wilde beginnen. Ja, Martijns wereld stortte in elkaar. Erik wilde het levenswerk van zijn vader vernietigen. Het liep een vecht uit. Die kelderdeur stond open. Ja, een ongeluk. Toen is hij in paniek teruggereden naar Duitsland. Maar waarom heeft hij daarna Van Heumen vermoord? Van Heumen wist van die afspraak met Erik en Martijn. Dus die kon raden wat er gebeurd was. En die belde Martijn Spaans en zei dat hij naar Amsterdam moest komen met 2 ton op zak. Afpersing? Nou, nee. Hij vond dat hij als weduwnaar daar recht op had. Maar de bank wilde Martijn geen 2 ton lenen. Nu is hij met zijn spaargeld naar de Stopra gekomen om uitstel te vragen. Tja, Martijn. Familie zullen we wel nooit meer worden. Dus heb ik liever nu de centjes. Om 2 ton in zo'n klein envelopje. Ik kan niet aan het geld komen. Het zit vast in zaken. Hoeveel is het? 40.000. Het is alles wat ik heb. Luister, ik heb nog 2 weken nodig. Ik dacht het niet, knul. 2 weken? Nee, vent. Duurt nog 2 uur en dan zit je bij de kok op het bureau. Jij kan toch wel 2 weken... Voor 2 weken kan zoveel gebeuren. Jij hebt mijn man vermoord. Dat was een ongeluk. En dat had niet hoeven gebeuren als jij hem niet had... Als jij hem niet had... Gooi het eruit, schat. Als jij hem niet had opgestookt, vieze, vuile, gore... Flikker! Dat wou je toch zeggen? Aardje naar je vaart. Je hebt toch ook zo'n hekel aan flikkers? Het was een ongeluk! Jullie hebben allemaal een hekel aan flikkers. Zo'n hekel dat je zelfs je eigen broer vermoord. Jij en je vader, jullie hebben mijn man vermoord. Dat was een ongeluk! En dat niet... Dat was een ongeluk! Ja, 40.000, daar zie ik je liever voor hangen. Kom terug, klootzak! Kom terug! Je wil alles kapot maken, hè? Nou, dan gaan we allebei, jongen! Hier, voor mijn vader! Klootzak!